Nou, wat ik met name heel erg vreemd vind, is jij kan je nog wel herinneren dat we het gesprek hebben gevoerd. Ik weet zeker dat bij mij met de drie bovenkant de situatie nog precies, wat er precies letterlijk gezegd is niet. Wat je mij kwalijk kan nemen is dat ik niet precies heb herinnerd wie er op dat moment boven in de silo waren. Ja, sorry, dat weet ik echt niet meer. Ik weet alleen nog dat ik het gesprek met jou heb gevoerd en waar we het over hebben gehad. Ja, ik vind het gewoon een vage situatie, Jess. Want als er een discussie plaatsvindt over een geldbedrag waar wij bij zitten, waar je het over danseressen hebt. Want nu wordt namelijk eigenlijk de speelbal bij mij neergelegd. Dus Hiske heeft er akkoord voor gegeven en Hiske was daarbij, want Hiske heeft dat gesprek gevoerd. Dat is een beetje een hele rare situatie. Terwijl dan een ander naar buiten loopt en een andere medebewoner die daarboven zit, daar ook verder wat van weet. Want nu is het opeens, want nu wordt eigenlijk de blame bij mij neergelegd dat ik hier verantwoordelijk voor ben. En dat is not done. Maar als jij weet dat die meiden er zelf ook bij zijn geweest, dan weet ik niet meer dat. Ja, maar dat is toch raar als jij in dit. Ja, ik vind dat heel vreemd. Want... Maar dan hoef je het toch niet bij mij te gaan. Ja, ook wel bij jou. Want Merel die komt boos naar mij toe daarover. En die komt hier verhaal halen. En als jij je geld wil hebben en je wilt danseressen hier hebben, dan weet je gewoon wel in wat voor gesprek dat gevoerd is, toch? Dan weet je toch ook wie daarbij heeft gezegd. Dan weet je toch ook wat de Mariska gezegd heeft. Ik weet bij de grote computer met jou hebben besproken. Is. Ik vind het heel vreemd. En of dan uiteindelijk Maris ernaast heeft gezeten. Maar als jij nu zegt dat. Maar als zij daar ook letterlijk over de feiten over dat er discussies over gaan. Ik vind het gewoon een vreemde situatie, Jessie. Want ik heb het gevoel dat je de schuld nu in mijn schoenen schuift. En daar ben ik niet van onder de indruk. Maar moet jij niet bij je eigen collega? Nee, ik moet ook bij jou zijn. Want jij legt namelijk, want Merel komt hier namelijk naartoe. En die legt opeens de dingen bij mij neer. Terwijl je donders goed weet als je een gesprek voert waar je je bedragen weg moet halen. En dat, want anders weet je ook mijn naam te benoemen. Dus weet je ook van dat gesprek af. Dan weet je gewoon heel duidelijk waar je het over hebt. Ja, maar dat weet ik. Dat is toch raar? Want je weet niet meer dat Merel... Ik weet wat voor gesprek ik heb gevoerd. Ik weet niet meer dat Merel daar rond heeft gelopen. Jij weet te benoemen dat Merel daar rond heeft gelopen. Sorry dat ik niet weet dat Merel... Nou, je voert een gesprek met ons drieën zelfs daar, Jessie. Want je zit er achter de computer en er zitten gewoon drie mensen bij. Maar ik heb nu het gevoel... Maar dan is het toch oké. Maar dan moet je toch... Dan moet je ja, maar het is toch een raar... Hoe kan het nou dat jij dit niet meer weet? Ja, maar het is dan voor toch raar... Ik kan alleen maar zeggen dat ik dit gesprek heb gevoerd. Ja, ik vind het gewoon een hele vreemde situatie. Heel raar. Maar vind je dit niet heel vreemd dat jij op mij verhaalt... Ja, echt. Ja, ik vind het vrij normaal. Ik vind het ook heel erg legitiem. Want als je namelijk een discussie hebt over een geldbedrag en je weet hoe je dat zit, weet je precies hoe dat gesprek gevoerd is en weet je wie daarbij zaten. Maar jij weet toch ook dat je dit gesprek hebt? Jawel, maar ik heb nu het gevoel, en dat neem ik jou kwalijk, dat Merel daar staat met jou met de telefoon en zegt, maar ja Hiske. En als je donders goed weet hoe dat gesprek gaat lopen, dan weet je ook dat wij daar met z'n drieën hebben gestaan. Dan weet je ook dat je het gesprek met Mariska hebt gevoerd en wat zij gezegd heeft. Ja, nou, maar dat kan ik me dus echt niet herinneren. Eerst. Nou, dat is heel vreemd. Ik weet dus alleen nog waar we het over hebben gehad en dat ik dat gesprek dus met jou heb gevoerd. Nou, heel vreemd. Maar jij weet dan... dus dat we dit gesprek inderdaad hebben gevoerd, maar dus met z'n drieën. Ja, ik vind het gewoon heel vreemd. Ik vind het een hele vreemde situatie, Jessie. Maar we hebben dit gesprek dus gevoerd, maar dan met z'n drieën. Er waren dus meer mensen bij. Ja, we waren boven. Oké. Nou, sorry, dat weet ik niet meer. Oké. Het spijt me. Vreemd. Maar hoe vind je dat ik het aan had moeten pakken? Ik kan me nog herinneren dat we het gesprek hebben gehad. Ik kan me ook herinneren dat ik dat gesprek dus met jou heb gehad. Maar als ik me niet meer kan herinneren dat daar Maris en Merel ook bij zijn geweest... Hoe had ik dit dan moeten verwoorden? Ik kan alleen maar zeggen, ik weet dat Hiske er vanaf weet. En als zij er dan niet vanaf weten, dan is het dus... Ja, maar nogmaals, ik vind het de situatie raar. Dus als jij ergens geld komt halen, of je wil iets weten... en je wil weten hoe de situatie gelopen is... dat je gewoon weet hoe je dat gesprek hebt gevoerd. En dan, want nu is het zo van dat hier drie mensen staan... en eigenlijk jij eigenlijk ook eigenlijk niet weet hoe het gesprek gevoerd is... en wie daar precies bij is geweest. En dan wordt het eigenlijk de verantwoordelijkheid bij mij gedaan. En daar baal ik van. Ja, maar dat moet je niet bij mij gaan. Ja, ook bij jou, want anders weet jij ook precies hoe dat gesprek is gevoerd, Jessie. Maar ik weet in ieder geval dat we het hebben gehad... Of, dat kan ook in deze situatie nog, dan lieg ik. Want dan weet ik eigenlijk niet, want dan hebben wij één op één een gesprek gehad... en dan waren daar helemaal niemand bij. En dan heb ik tegen jou gezegd, huur die danseressen me in. En dan lieg ik in deze situatie. Dat kan ook nog. Dat is ook nog een situatie. Maar anders weet je precies hoe dat gesprek gevoerd is. Want ik weet dat ook, dus dan weet jij dat ook. Want je weet waar je je geld weg gaat halen. Want je refereert met Merel naar een gesprek toe... dat je precies weet waar je het weg moet halen. Dus dan weet je dat. Ja, maar ik weet niet meer dat ik uiteindelijk dat gesprek ook met Maris heb gevoerd en dat Merel... Nou, dat is toch vreemd? ...jassen in te pakken. Ja, oké. Vreemd. Nou ja, ik vind het eigenlijk helemaal niet zo heel erg vreemd. Is dat heel erg raar? Hoor je te weten tijdens een gesprek dat er iemand ook erboven rondloopt jassen inpakken? Ja, jongens, het spijt me. Als er een gesprek over een evenement gevoerd wordt en het gaat over begrotingen en we zitten daar met z'n allen, we zijn er continu met die Hollandse avond bezig waar die bedragen zijn besproken, dan weet je dat, Jessie. Maar ik begrijp niet helemaal welk probleem nou bij mij ligt. Het is mijn verantwoordelijkheid. Omdat ik het gevoel heb dat je ons drieën tegen elkaar uit aan het spelen bent en daar baal ik van. Meen je dat serieus? Ja, dat meen ik serieus.
Oké, nou, dat ben ik in ieder geval niet aan doen. Maar moet je dit niet even gewoon lekker onderling uit gaan zoeken? Nee, maar dit want ik heb gewoon aan jou gevraagd of het oké is. Nou, daar zijn de andere twee ook bij geweest. Het is oké. En uiteindelijk weten twee van de organisatie weten het nu niet meer. Ik weet het, jij weet het. Dan moet je toch bij die andere twee gaan zoeken. En trouwens, wat denk je dat het voor naar iemand ik ben dat ik willens en wetens mensen tegen elkaar uit ga spelen? Nou, als jij weet dat dat gezegd is en je weet duidelijk waar de situatie heeft gelegen, Jessie, dan had je gezegd, ook tegen Mariska, je weet donders goed dat je dat bepaalde dingen hebt gezegd. Want als ik dat toch weet, maar dan weet jij dat toch ook? Lieve Hiske, ik heb daar niet op gelet. Ik weet nog dat ik het gesprek met jou heb gehad. Zeer vreemd, want alles andere dingen, Jessie, weet jij donders goed altijd hoe het werkt. Donders goed. Als jij gesprekken herinnert, je bent niet dom in je koppie. Maar als je zelf al zegt dat ze zich inderdaad wat dingen kan herinneren, dan zal jij daar toch gelijk in hebben. En ik zeg niet dat ik het alleen met jou heb gevoerd, hè. Ik zeg alleen, ik kan me nog herinneren dat het met jou is geweest. En daarbij sluit het niet uit dat er andere mensen bij zijn geweest. Echt niet. Dat hoor je me ook helemaal niet zeggen. Het kan heel goed dat er mensen bij zijn geweest, maar dat is niet het detail wat ik me kan herinneren. Ik vind nogal wat. Fren, ik wil even je second opinion. Je bent er net de hele tijd bij. Is het niet een klein beetje gek wat me verweten wordt? Hiske weet van het gesprek af. Je hebt me nooit horen zeggen, ik heb dit alleen met jou besproken. Ik weet dat ik het met Hiske heb besproken. En als zij dan zegt, die andere meiden waren erbij. En Mariska, daar gaan nu ook wat belletjes rinkelen. Dan is het toch gewoon oké? Ja, ik weet niet hoe Hiske zich voelt op dit moment, want... ze is boos. Ja. Maar dus ze heeft nu het gevoel dat ik hun tegen elkaar uit aan het spelen ben. En dat ben ik niet aan het doen. Ik vind het alleen heel bijzonder, en dat heb ik tegen Merel gezegd. Als ik iets met His bespreek, en ik weet nog dat het met His is geweest. Mm-hmm. Uiteindelijk blijkt nu uit het gesprek, en Maris weet dat ook, dat... Dat Merel daar dus rond heeft gelopen, jassen inpakken. Mm-hmm. Nou, het spijt me, kan ik me niet herinneren. En met Maris heb ik daar ook nog wat woorden over gewisseld en die heeft erbij gezeten. Mm-hmm. Kan ik me ook niet herinneren. Ik kan me herinneren dat ik voornamelijk het gesprek met His heb gehad. Okay. En dat we het hebben gehad over 30 euro reiskosten per danseres plus 20 euro extra vergoeding, totaal 200. Maar het belangrijkste is, weet His van die bedragen af ook? Ja. Wist hij daar vanaf? Okay. Ja. Dan is dat duidelijk. Dus het gaat er nu met name om. Het enige waar het nu dus om gaat, dat hoor ik nu aan het einde. Ik zeg van, joh, hoe kan je me dit nou kwalijk nemen? Nou, ik heb het gevoel dat je ons tegen elkaar uit aan het spelen bent. En ik zeg, His, luister. Ik sluit niet uit dat er andere mensen bij zijn geweest. Ik weet het alleen niet meer. Je hebt de focus niet op hun gelegd, want die waren bezig. Nee, ik zit met een serieus gesprek met jou. Ja. Dan weet ik toch ook niet op dit moment of er iemand van een silo naar het sanitair gebouw loopt. Dat zijn toch niet de details die ik op dit moment moet onthouden? Ik denk dat jij ervan uitging dat dat His dus daarna met de organisatie van joh, hebben jullie gehoord wat ik net met Jessie besprak? Weet je dat? Ja, maar uiteindelijk blijkt nu dus uit het gesprek van His dat ze het dus al wisten. Ze zijn er dus bij geweest bij het gesprek. Alleen zij weten het niet meer. Nee. Maar dat is niet iets wat je bij mij neer kan leggen. Ik kan er weinig aan doen. Ik denk misschien dat er misschien andere frustratie bij His ligt. Ja. Dat ze zoiets uitspreekt, dan zal er wel iets zijn, denk ik. Denk je niet? Ja. Dat zeg je niet zomaar, toch? Wat? Uitspelen, wat was het ook weer? Ons tegen elkaar opzetten of zoiets. Ja. Ik denk dat je eerder kan, of met haar even moet checken van waar dat over gaat. Of waarom ze dat idee heeft. Of... Ja, ik ga zo wel even met de pater. Ze is gewoon geïrriteerd. Maar kijk, weet je wat het is? Ik heb inderdaad al vaker tijdens dit evenement de organisatie geroepen. Dit gaat niet helemaal goed, jongens. Ja, jullie communiceren niet met elkaar. Dat klopt. Maar ik vind ook dat ik dat moet kunnen zeggen. Maar dat kan je niet in één keer tegen me gaan gebruiken op een of andere rare manier. Op het moment dat ik een verhaal opper waar ik gelijk in heb, gelijk in krijg. Hè? Laat dat duidelijk zijn. Ik kan me alleen de details niet herinneren. Ja. Maar de basis van het verhaal, dat klopt. Maar ik weet inderdaad niet meer dat tijdens dat gesprek Merel rondliep om jassen in te pakken boven in de silo. Ja, het spijt me vreselijk, jongens. Blijkbaar was ze dan ook niet gefocust, want ze was met orders bezig. Maar waarschijnlijk ging His ervan uit dat zij het gehoord hebben. Oké. Dus er was maar geen communicatie. Maar dat is een organisatieding. Ja. Wat ik al tegen Merel zei is, als zou ik van één iemand uit een 1000-koppige organisatie akkoord krijgen, en diegene is beslissingsbevoegd, en dat is Hiske, dan moet ik ervan uitgaan dat dat bij alle 999 andere mensen terechtkomt. Ja, dat zei Merel dat zelf zegt net. Tegen me van, ja, maar had jij dan niet ook even naar de andere meiden moeten gaan? Naar ons? Of had je niet moeten zeggen, jij overlegt het, hè? Ik zeg, als ik naar een bedrijf bel
En ik spreek met de manager en niet met de eigenaar. En ik vraag, kunnen we dit regelen? Mm. En hij zegt, ja, dan hoef ik toch niet te zeggen, maar zou je het ook even aan de eigenaar willen vragen? Ja, weet je wat wel had gekund, is dat je even zei van, jongens, hebben jullie het ook gehoord, zoiets. Maar dat had Hiske ook kunnen doen. Ja, maar dat is dus mijn verantwoordelijkheid. Daarom, weet je. Ik krijg van één iemand akkoord. Denk... En nu blijkt zelfs dat Marisse dus wel bij is geweest, dat Merel er ook bij is geweest. En dat Marisse zichzelf met het gesprek heeft bemoeid. Oké, maar Merel kan zich helemaal niks herinneren. Nee, ja, maar die was waarschijnlijk gewoon jassen aan het inpakken. Nee, maar betekent dat dat ze het niet mee heeft gekregen of dat ze het misschien vergeten is? Ik denk allebei, haar focus lag niet bij dat gesprek die jij met His voerde. Ik vind dat mij in dit geval helemaal niks te verwijten is. Dat is prima, en dan moet je gewoon een gesprek met His aangaan. Want blijkbaar zit haar wel iets heel erg dwars, waardoor ze zoiets uitspreekt. Of heb jij heel erg het idee, als je dit verhaal hoort, dat mij iets te verwijten is? Ik was er niet bij dat hele gesprek. Dus ik weet niet hoe het is gegaan. Ik weet niet of Merel inderdaad jas aan het inpakken was of erbij stond. Nee, maar daar gaat het ook allemaal niet meer om, hè? Maar het maakt niet dat uit. Dat is iets onder hun. Ja. Maar voor mij maakt het niet uit, snap je? Ik ben er niet bij betrokken. Ik zat alleen net bij dat gesprek, maar... Nou ja, het gaat onder andere ook over jou. Dat weet ik niet eens. Ik heb alleen maar gehoord danseressen. Heb je voor me gedraaid? En ik kan me herinneren dat we het ook met Maris erover hebben gehad. Dat hij zei dat het geen probleem was, want we hadden nog best wel veel budget over. En dat de danseressen dan wel een aanvulling zouden kunnen zijn. Is dit trouwens dit gesprek niet gebeurd die keer dat we aan het inpakken waren en dat ik met nagelspullen bezig was? Dat weet ik niet. Dat jullie in het treintje zo, dat we met z'n vieren aan het inpakken waren. Jij was ook aan het helpen met His? Nee, ik kan me herinneren dat ik echt bij de computer zat. Ja, maar ik kan me herinneren dat Maris dat heeft gezegd. Maar vind jij het raar, Ger? Kijk, ik weet nog dat ik een gesprek met His met name heb gevoerd. En uiteindelijk zal ik dan ook wat woorden met Maris hebben gewisseld. Maar voornamelijk heb ik een gesprek met His gevoerd. Mm-hmm. Ik weet de bedragen daarvan nog. En blijkbaar liep Merel boven in de silo rond. Dan kan je mij toch niet kwalijk gaan nemen dat ik dat niet meer weet, Ger? Nee, maar het is een miscommunicatie tussen... Ja, maar dan wordt ze uiteindelijk boos. Maar weet je wat ze net zegt? Ja, je probeert ons tegen elkaar uit te spreken. Ja, daar was ik bij. Maar ik denk dat ergens anders vandaan komt. Niet, want ik sloot ook echt niet uit dat die meiden erbij zijn geweest. Ik zeg niet, nee, dit is één op één gebeurd, daar is niemand anders bij geweest. Dat zeg ik. Weet je wat het hele probleem is? Ik kan me herinneren dat jij en ik het waren. Mm-hmm. En als daar iemand bij is geweest, als jij dat zegt en bij Maris gaat nu een belletje rinkelen, dan zal het. Maar ik vind ook, kijk, heel eerlijk gezegd, ik wist verder niet of dat akkoord was en zo. En ik haalde een verhaal bij Maris en toen was het allemaal heel moeilijk. En Oké, daarom zei ik ook van, joh, dit kun je beter even doen. Maar wij gaan toch niet op zoek naar danseressen als we daar geen budget voor hebben? Nee. Dat is toch bullshit? Dan ga je dus iets opzoeken waar je dan eigenlijk uiteindelijk niet de zekerheid voor hebt dat het door kan gaan. Ja. Dan ga je er toch niet meer aan de gang? Nee, dat lijkt me ook niet. Nee, en zeker wij niet. Nee. Denk van, ja. Ja, weet je waar eigenlijk de fout voor ligt? Hiske was in gesprek met Jessie blijkbaar, toch? Ja. Mariska liep boven rond, die was waarschijnlijk orders aan het inpakken. Nou, Merel met haar jassen bezig, ordernummers, bla bla. Dus die luisterde niet mee. Maar His ging ervan uit dat zij, omdat zij in die ruimte waren, dat zij aan het meeluisteren waren. Nou blijkt dus dat Maris, wat het zegt His net ook zich echt met het gesprek heeft bemoeid. Oké. Okay. En bij Maris net na een aantal dingen gingen er ook wel wat belletjes rinkelen. Okay. En Merel helemaal niet. Nee, maar nou, Merel was gewoon echt bezig. Maar onderaan de streep, jongens, wat de strekking van het verhaal ook is... als zou ik alleen iets met His bespreken... Mm-hmm. in een ruimte geïsoleerd van alle andere inwoners en wat dan ook... en zij geeft daar akkoord op, is het gewoon haar verantwoordelijkheid om het te overleggen. Ja. En dat is wat ik tegen Merel heb gezegd. En als nu uiteindelijk blijkt dat die meiden er zelfs bij zijn geweest... Ja, maar dan dat hoeft is wat... zij er inderdaad niet vanuit te gaan dat het nog overlegd hoeft te worden... omdat zij het mee hebben gekregen. Ja, maar dat is ook wat ik probeer aan te geven. Merel was waarschijnlijk gewoon bezig. En Mariska weet het waarschijnlijk ergens diep in haar geheugen wel. Maar je moet er even een paar... Maar alles is waarschijnlijk. En ik verdien het gewoon niet om op dit moment door Hiske zo aangesproken te worden. Dus ik ga straks wel naar daartoe. Ja. Want dit vind ik nergens op slaan. Ik heb nooit gezegd dat een één-op-één gesprek moest zijn geweest. Ik weet alleen nog dat Hiske erbij betrokken was. Je hebt toch gewoon gezegd, ik heb met Hiske gesproken. Dat kan overal zijn, met wie dan ook. En als die andere meiden het niet weten, dan had His dat moeten overleggen. Maar nu zijn de argumenten, jullie waren erbij aanwezig. Hey, maar dat wordt dan een ding tussen hun drie, toch? Daar sta ik eigenlijk helemaal niet meer tussen. En dat is dan de reden waarom His... En niet heeft overlegd, omdat ze dacht dat ze meeluisterde. Nou, Mariska heeft dus wel meegeluisterd waarschijnlijk. Ja, die heeft maar zelfs Merel dus in het gesprek gemengd. Ja, daarom. Dus daarom heeft His waarschijnlijk gedacht, ik hoef het niet te overleggen, want ze zijn er gewoon bij. Ja, maar dat is denk waar het mis is. Normaal tegen mij gaan reageren. Ja, dus daarom zou ik even met haar gaan praten, want misschien is het andere frustraties. Het is sowieso vandaag al niet zo lekker, dus misschien is het ook echt allemaal onterecht. Maar ik zou wel even met haar gaan zitten zo. Ga je weer roken? Ja. Nee. Ook een partij jeuk aan mijn kop van het zand. Maar even ervan uitgaande dat we uitkomen dat die €200 wel beschikbaar is. Dan is Charlie dus 240. En dan betaal ik dat wel voor mijn zakgeld, die 40. Dan kan jij met Charlie dansen. Ik heb ook nog wel zakgeld hoor. Ja.
Ja, dat komt wel goed. Dank je. Ga maar. Ik weet niet, ik vind het gewoon oneerlijk dat ik dan zo in zo'n heftige discussie met Iske kom. Terwijl eigenlijk ik helemaal niks verkeerd heb gedaan. Snap je dat, dat het onderling bij hun niet helemaal goed gaat? Dan kan je mij niet zo ineens ervan langsgeven. Dat vind ik oneerlijk. Nee, maar... Hiss had waarschijnlijk gehoopt dat, dat jij haar daarin zou kunnen ondersteunen. Dat ik had gezegd, hey, maar jullie zijn er ook bij geweest. Ja, sorry, ik weet dat niet meer. Want, Hiss... ja, maar daarmee sluit ik niet uit dat het niet zo is. Nee, dat klopt. Nee. En Hiss had gewoon even... Kijk, die zit nu een beetje in een moeilijk pakket met Merel en Maris. Want ja, als Merel zegt, oh, daar weet ik niks van. En Maris zegt, oh, dat weet ik ook niet. Ja, dat is een beetje... Ik snap het wel, maar ja, goed. Ik zat er naar de lijst. Nee, maar uiteindelijk zegt Hiss dan, ja, je probeert ons tegen elkaar op te zetten. Ja, dat... uit te spelen, dat ben ik helemaal niet aan het doen. Nee, dat ik weet alleen gewoon niet alle details meer. Net zoals dat als we hier nu een gesprek voeren, dan weet ik morgen niet meer of hier een vogeltje in de boom zit of niet. Ja, of dat je misschien over 3 weken niet meer weet dat Trendy er ook bij was. Ja. Maar even wel wat belangrijk is, dat zij oneenigheid hebben is prima en dat is maar niet aan ons. We moeten wel een klap ergens op gaan geven. Ja, want... dus ik ga zo even naar Hiss toe. Even met haar praten. En ik wil ook even zeggen dat ze normaal tegen me had moeten doen. Dat moet ze even tegen me gaan zeggen. Mm-hmm. En, kun je dat niet beter even later doen? Want anders is er natuurlijk wel... als er bepaalde emoties bij komen kijken, dat het dan helemaal... Oh nee, dat hoeft lekker niet. Nou, ik ga niet letterlijk tegen haar zeggen. Ik vind dat je even moet zeggen nu dat je normaal tegen me had moeten doen. Maar... ik ga wel even het gesprek met haar voeren over dat ik het heel onredelijk vind dat je dan op zo'n moment tegen mij zegt dat ik jullie tegen elkaar uit probeer te spelen. Want wat is mijn belang daarbij? Ja, niks. Helemaal niks, toch? Ik ben er gewoon vanuit gegaan dat we een afspraak hebben. Jij weet dat we die afspraak hebben. Blijkbaar weet Maris nu ook dat we die afspraak hebben. En jij weet te vertellen dat ze daar alle 3 zijn geweest van de organisatie. En dat kan ik me niet meer herinneren. Ja, ja en ik kan maar me heel... gesprek is... Het gaat nu ook niet meer over ja of nee, hè? Mm. Want, communicatie. Want Hiske geeft zelf ook aan dat het gesprek er is geweest. En Maris weet nu ook dat het gesprek er is geweest. Communicatie. Dus wat dat betreft ben ik nu al buiten dit gesprek. Nee. Maar toch word ik er weer bij betrokken. Zo van jullie, je probeert me tegen elkaar uit te spelen. Nou, dat is niet wat ik aan het doen ben. Maar het hele punt is, ik weet ook nog wel dat Maris zei van joh, dat is prima en we hebben toch nog budget over enzovoort enzovoort. Ik denk dat het keypoint ook nog ligt bij dat het toen destijds prima was. Van joh, is dikke pluim, want we hebben nog heel veel budget over en daar hebben we verder geen invulling van. En nu komt er in één keer een groepsbord met dit en dat en daar zit ook kosten aan verbonden. We gaan poppen doen. Nee, dat is gaan... de markt, hè? Alles? Allemaal op de markt, ja. Oké, okay. Ja. Nou dan snap ik het helemaal niet. En Hiss zei letterlijk ook nog tegen mij in de hoek van de tent van joh, we hebben nog heel veel budget over, dus dat, waarschijnlijk komt het wel goed. Alleen de tent moet nog. En... Hiss heeft gewoon nu heel erg het gevoel. Kijk, ik heb inderdaad ook tegen Merel gezegd, joh, ik weet zeker dat ik het met Hiss heb besproken. En als zij het niet met jullie overlegd heb, dan had zij dat wel moeten doen. Maar als Hiss en Maris nu zelf aangeven, ja, we zijn daarbij dat gesprek erbij geweest, dan had Hiss het ook niet met ze hoeven overleggen. Ja, alleen Maris weet niks van kosten, zegt ze. Ja, ze weten het nu niet meer. Maar dat betekent niet dat het niet met ze besproken is. Nee, klopt. Maar dat is nu een beetje het puntje waar we op aankomen. Fren, hoe laat is het? 6 nu? 5:05. Oké, laten we voor 7:30. Laten we afspreken dat we in ieder geval binnen een uur. Ja, dat is ook het mooie streven. En, wat wou ik zeggen? Ik had trouwens vandaag achter Remco aangebeld voor die koffer die niet goed was. Dat hij die nog niet doorzet. Mm-hmm. We hebben nu wel de juiste doorgezet. Maar toen zei hij ook, laten we even bellen om 7:00. Ook over een uur. Ja. Ja, duidelijk. Dan bellen we dan en dan kunnen we daarna gelijk Charlie bellen. Ja, kunnen we ook even kijken naar eventueel de streams en hoe dat precies zit. Ben ik ook wel benieuwd naar. Ja, ja. Want hoe anders? Want er moeten knopen doorgehakt worden voor 8:00 vanavond. Ja. Maar willen ze nu die Annalicia voor 1 nummer? Ja, dat weet ik niet. Oh, dat weet je nog niet. Nee, ik weet ook die volgens het ene wat heel duidelijk. Ik heb... de danseressen, dus ik ga ervan uit voor hun show, voor het aantal minuten dat ze op het podium staan, hebben ze danseressen nodig. Ja. En wat ik begreep, maar dat hoe dat nou precies aangevuld wordt, ik denk ook gewoon dat je erover na eigenlijk moet denken, niet hoeveel minuten zij hebben, willen een budget voor danseressen. Ja. Dus dat is het. Ja. Budget voor danseressen. Ja, eigenlijk voor 1 danseres. Ja. Ja, en er is destijds over 4 gesproken, maar nu volgens mij gaat nu Frenny meedansen. Ja, dus heb je er 2. We hebben op zich nog budget, maar
heel eerlijk, vind ik persoonlijk voor één danseres vind ik het een hele hoop geld. Oké, ja, dan moet je niet... Voor een show van vier, dan zet je echt een show neer. Mm-hmm. Begrijp je wat ik daarin bedoel of niet? Ja, ik begrijp zeker wat je daarin bedoelt, maar ja. Het is nu één danseres geworden, want ik weet ook niet waarom het er geen vier meer zijn. Ik weet, dat is... Volgens mij gaat dat financieel niet. Nou, ja, je zal eens... Ik weet het niet. Nee. Dat zouden we eens moeten. Dat zou dan in het gesprek naar voren kunnen komen waarom vier niet kan. Nee. Destijds, wat ik in ieder geval weet in het gesprek, hebben we het erover gehad. Reiskosten. En er zou eventueel een kleine vergoeding bij moeten. Ja. Dat is wat ik me kan herinneren. Ja, reiskosten kan ik me ook herinneren. En dat heb ik ook altijd uitgezegd. Ik kan me een gesprek herinneren dat jij daar nog stond. En dat wij bezig waren hier met de handen, avonds achter de computers en met de spullen van Merel. Ja, maar waar je... nu wordt er gezegd dat jij een beslissing hebt gemaakt. En dat is niet waar, volgens mij. Niet dat ik weet. Ik ben daar niet bij geweest dat jij een beslissing hebt gemaakt. Het gesprek... het is het gesprek geweest dat wij hier met z'n allen hebben gezeten. Ja. En waar jij... De woorden uit jouw mond zijn gekomen, mij. En ik weet niet precies meer wat Merel daarin heeft gezegd. Want die heeft daar weinig verder in besproken. Ik weet dat ze aanwezig was en dat we het over danseres hadden. En dat zij daar ook enthousiast over heeft gereageerd. Ja, maar wat ik er nog steeds heb begrepen is dat het voor een... hoe heet dat was? Voor een clip ook. Maar... Ja, dat weet ik. Wat een mooie draaitafel. Ja, cool hè? Ik heb net een zware discussie met de jongens gehad. En ik heb nee gezegd tegen €240 voor één danseres. Ik vind het belachelijk voor. Ja, dat zei ik dus ook al. Nou, dat was meer dan €10 per minuut. En we ontnemen nu Frenny haar droom en weet ik het allemaal. En het is echt... Nu, wie zei dat? Jessie en Gerrit, allebei. Want Gerrit die wil eerst Frenny niet laten dansen, hoor ik van Jessie vanmiddag. Omdat hij het dan te utopiaans vindt worden. Toen heeft Jessie tegen Gerrit gezegd van, nou, het is je meisje, je praat over de toekomst samen buiten. Ja, maar je gunt haar niet om te dansen. En terwijl Jessie dat wel wilde, en nu in één keer Frenny schijnt al die tijd in het verhaal wel meegenomen te zijn. Ik zeg, nou, daar weet ik niks van. Ik zeg, Anna Alicia komt hier, want er ging ook nog het hele verhaal over. Dat wij dan wel €100 willen betalen voor Anna Alicia. Ja. Ik zeg, ja, die is hier een paar uur geweest en die heeft een paar uur met haar hier staan dansen. En zij mag dat op het podium laten zien. Ik zeg, dan vind ik dat ik dat eigenlijk ook op het evenement moet begroten. Ja. Die €100. Ja, dat vind ik ook. Ik zeg, en het spijt me zeer, er komen hier twee zangers voor €200 voor een half uur zingen. Ik zeg, dan komt er een danseres hier, eentje voor €240. Ik ben het gewoon niet mee eens. Ze zijn naar de begroting aan het kijken en nou, ze stonden te schreeuwen tegen me in de zin. Echt? Ja. Dus dan weet je het, ik ben er niet mee akkoord gegaan. Ik heb de beslissing gemaakt, we gaan het niet doen. Schreeuwen? Ja. We gaan het niet doen. Ik heb de beslissing gemaakt, we gaan het niet doen. Klaar. Ja, dan gaan we het niet doen. Ik vind het belachelijk. Echt, ik vind het belachelijk. Het is alleen, en dat heb ik net tegen Jessie en Hiske ook gezegd. Is het zo dat er daadwerkelijk akkoord is gegeven een paar weken geleden? Maar niet voor een bedrag. En weet je wat nou ja, mij nog want steeds in mijn hoofd zit? Dat Hans de Boy hier ook zou komen zingen. Dat ze dat met die ledschermen en dat ze dat gingen filmen. En dat ze het dan ook gingen gebruiken voor buiten als clip en als promo. Dat is bij mij erin gegaan. Bij mij eigenlijk heel eerlijk gezegd ook. Alleen nu, is dat nummer met Hans niet doorging. En daardoor weet ik dat dat niet meer gebeurt. En vanmiddag zit Gerrit nog te bellen. En net ontkent hij het letterlijk. Dat hij die danseres aan de telefoon heeft. En dat hij zegt, ja ik snap wel dat dat niet kan voor dat geld. En net zegt hij tegen mij dat dat niet zo is. Rotgop, man. Ik stond er letterlijk naast. Echt? Dat hij aan het bellen was. Ach, is dit top allemaal? Echt, ik stond op koken net. En Frenny zit op de bank. Ja, die weet van gekkigheid natuurlijk niet meer. Dus ik zat tegen Frenny, ik zeg je dat je er überhaupt hiervoor laat gebruiken, man. Kom toch op, dat Kim ook eens een keer de bek open trekken. Ja, ja, dat zeg ik haar elke dag. Echt, in sommige dingen heeft ze echt haar eigen mening, maar in dit soort dingen... Zij durft geen discussies aan. Dat wil ze niet. Ze zegt, ik wil geen ruzie. Nee, ik loop ook net weg en ik zeg eigenlijk tegen haar dat je hier voorlaat gebruiken, Frenny. Zo. Ja? Ja, alleen ik ben zelf nog van heel veel kleurtjes. Nee, ik ook niet, maar als ik zeg maar... Leuker. Ja, maar kijk, zwart kan ik overal bijtrekken. Het moet gesloten worden hoe of wat. Het is wel. Ja. Wat moeten wij... Ja.
een beslissing nemen over hoe of wat. Ja. Hebben jullie dat intern zelf al overlegd? In mijn optiek komen we er niet uit met z'n drieën. Dus heb ik dus beslis Mariska in deze situatie. Ja. Dus die is nu degene, de hoofdverantwoordelijke, die hier de beslissing overneemt. Want we komen er niet uit met z'n drieën. Nou, die heeft nee gezegd. Oké. Ja, dus het enige wat ik dan doe, is dat beamen, omdat we er niet uitkomen met z'n drieën. Uh-huh. Dus dat is het probleem. Kijk, en dan kan ik nu ja zeggen, maar dan val ik haar af en dat wil ik niet. Dus, heel eerlijk, ik ben het spoor helemaal bijster. Ik weet het niet zo goed. En we komen er niet uit, want ik probeer ook knopen door te hakken. Dus dan heb ik het dit keer dus bij Mariska neergelegd. Oké, is duidelijk. Dus je moet je moet met haar de discussie voeren. Ja, die discussie heb ik al gevoerd, maar daar word je niet veel wijzer van. Maris. Ja. Zo, dan waren ze boos. Dan was ik altijd heel boos, maar eigenlijk was ik helemaal niet boos. Ik ben nooit boos. Soms moet je boos zijn tegen kinderen. Ja. Oh, ik ben hier wel heel nieuwsgierig naar. Oh, nou, dat hoor ik niet. Hey, Maris. Hoorde ik het nou goed dat je net zei dat je vindt dat ik gebruikt was? Ja, omdat ze in eerste instantie jou niet in de videoclip wilde hebben, Frenny. Ja. Vraag maar naar Merel, wat het verhaal is. Gerrit wilde jou niet in de clip hebben. Ja, en weet je ook waarom? Want ik weet het namelijk niet. Omdat hij geen utopianen erin wilde hebben. Oké. Want ik weet... Dat heeft hij tegen Merel gezegd. Daar heeft Merel een hele discussie over gevoerd vanmiddag. Ja? Ga maar Merel vragen. Oh. Dat hoor. Ja, weet je wat het eigenlijk is? Ik, een paar weken geleden had Jess gevraagd van, joh, lijkt het je leuk om mee te doen? Zei ik, ja, tuurlijk lijkt me zo. Ja, maar Gerrit wilde dat niet. Oké. Nee, dat klopt inderdaad. En dat is niet omdat hij je het niet gunt. Ja. Dat heeft hij me vanmiddag uitgelegd. Maar hij legt het iedereen uit boven mij. Ja, maar waarschijnlijk omdat hij, ja, weet ik veel, het wordt hem niet gevraagd of zo. Maar... Oké. Het is niet omdat hij het niet gunt, maar het is omdat hij inderdaad iets voor buiten wil opbouwen. Mm. En als er dan steeds utopianen bij betrokken zijn en dan ook nog iemand waarmee hij dan nu zeg maar dingen doet. Daarom heeft hij mij en Shelly toen ook niet gevraagd voor de videoclip, terwijl wij ook mooie meiden zijn. Okay. Maar anders dan zou het en zijn ex en de meid waarmee hij gaat zijn. En dan ligt de focus in plaats van op de muziek op Utopia. En dat is wat hij heeft uitgelegd. Het is niet dat hij het je niet gunt. Nee. En toen schijnt Jessie gezegd te hebben, ja, maar het is wel je meisje toch hier. En vanmiddag is hij dan gaan bellen voor 4 andere danseressen. Ik ben het daar gewoon niet mee eens. En nu trekken ze er in één keer bij dat het jouw droom is. Ja, dat hoeven ze inderdaad niet te doen. Dat moet je niet doen. Nee. Want jij zei inderdaad ook, het idee van Annalicia was dat zij gewoon hier mijn les komt. Ja, dat was toch zo? Nee. En uiteindelijk hebben wij gezegd, we gunnen jou een plek op het podium met de moderne dans, omdat we het super mooi vinden. Ja, precies. En als we dat moeten begroten, omdat dat van jouw droom betaald is, nou, dan zet ik die 100 euro op de Hollandse avond. Maar dat maakt mij niet uit, weet je? Daar gaat het om. Maar ze gebruiken jou nu in het verhaal en jij zegt helemaal niks, Fanny. Ja. Nou ja, ik wilde eigenlijk meer me erbuiten houden. Ik dacht, dit is jullie... Maar ze gebruiken jou in het hele verhaal. Ja, ze betrekken mij er wel. Ja. En ik hoef er niet bij betrokken te worden. Nee, maar dan trek je toch je scheur open. Freddy, zendertje. Ja, eigenlijk wilde ik dat dus niet doen. Maar omdat je dat... Ja, maar dan moet je voor jezelf opkomen, wat we heel vaak tegen je zeggen. Ja, maar eigenlijk wil ik dat juist niet. Ik wil er juist buiten gelaten worden. Want dit is jullie ding en daar hoef ik niks mee te maken. Ja, maar nu gooien ze het erop neer dat zij dan komt en dat jij dan met haar een plek kan krijgen op het podium. God, man. Omdat ze die andere danseres allemaal te duur zijn, die kunnen ze niet betalen. Daar zijn ze al weken mee bezig. Daar gaat het om. Ja. Yes. Wat is? Ja, Jesse, ik ben het echt spuugzat, want jullie gooien het, nu gooien jullie het echt allemaal op mij neer. Ik heb nee gezegd. De rest maakt geen beslissing en ik zeg nee, klaar.
Maar wat vind je van de hele situatie die hier aan vooraf gaat? Zendertje. Dat wij nu op dit moment, 48 uur van tevoren, terwijl we ervan uitgaan dat €200 goed is. Gerrit is vanmiddag nog aan het bellen geweest en die heeft zelf tegen die mevrouw gezegd, ik heb haar naast gestaan, dat het niet kon voor dat bedrag en dat hij dat snapte. En net zegt hij tegen mij dat het niet zo is en ik zit letterlijk naast het telefoongesprek. Yes, maar daar sta ik helemaal los van. Ik heb gewoon een gesprek gevoerd waarin we het in totaal dus keer 54 euro over 200 euro. Die heb ik dus niet zo meegekregen. Alleen maar de reiskosten heb ik gehoord, Jessie. Dat is het hele punt. Dat is niet mijn probleem. Nee, maar dan heb jij dat gesprek met iemand anders gegooid. Maar jullie gooien het nu allemaal bij mij neer. Je gooit het bij Hiske Loske neer en je gooit het bij Merel neer. En Hiske zegt tegen mij, maak jij de beslissing? Ik zeg, nee, klaar. Maar vind jij niet dat jullie daar met z'n allen verantwoordelijk voor zijn? Dat het jullie ding is? Waar wij nu wij verantwoordelijk voor zijn dat jullie een show daar neerzetten? Nee. Dat als er €200 wordt toegezegd, dat laten niet... Ik heb geen €200 toegezegd, Jessie. Dat heb ik niet toegezegd. Reiskosten is erover gesproken. Maar hoe en kan vier danseressen. Dat bent? En dat vier danseressen. Dan heb je het waarschijnlijk met iemand anders dat besproken. Maar hoe kan het dan alsnog, hè? Al zou ik het met een van de drie alleen maar hebben besproken. Ja, Merel wist er helemaal niks van af, zegt ze. Ondanks dat de strekking van het verhaal nu al is, dat jij er ook in het gesprek hebt gezeten en dat Merel erbij is geweest. Ja. Dus die heeft en dat heb jij niet gezegd, want jij hebt gezegd dat Hiske de beslissing heeft gemaakt. Dat heb ik gehoord. Nee, dat Hiske de beslissing heeft gemaakt dat het akkoord is voor de 200 euro. Die is doof, Mariska. Wat heb ik nou gezegd? Ik heb gezegd, ik weet in ieder geval dat Hiske erbij is geweest. En als jullie zeggen dat er meerdere mensen bij zijn geweest, die garantie. Nou, jullie gaan in eerste instantie aandoen. Dan willen we een vette show neerzetten. Dan komt het ledscherm ook. Eventueel met Hans toen was nog in ieder geval de dingen. Nee, dat is pas daarna. Volgens mij was dat daarvoor al besproken. Want dat is bij mij in ieder geval bijgebleven. Met Hans in ieder geval. Dat zou gaan, dat jullie dan dat zou ook als clip zijnde. Nee, dat zou gaan over de single. Dat we de single wilden financieren, die €800. Ja. En dat jij toen ook hebt gezegd van, joh, maar op het moment dan, dat heb je nog in de tent gezet. Ja. Dan kunnen we eventueel een artiest schrappen. Dan kunnen we dat in mindering brengen op jullie single. Ja. Als de groep er niet mee akkoord zou gaan. Maar dat ging over de single en dat heeft nooit over de danseressen gegaan. Mm. Kijk, waar het bij mij nu misgaat, is dat ik zeker weet dat ik een afspraak voor €200 heb gemaakt. Ja. En ik ben het ermee eens dat €200... Ja, maar dat is jullie verantwoordelijkheid, hè? En jullie tekortkomen. Ja, maar ik weet er niks van. En Merel weet er ook niks van. En Hiske weet er ook niks van €200. Alleen maar reiskosten hebben we het over gehad. Nee, want we weten allemaal dat we nooit alleen reiskosten kunnen betalen. Dus toen heb ik ook gezegd, en daar ben jij dus blijkbaar bij geweest, €30 reiskosten plus €20 euro. €30 weet ik niks van. In ieder geval, ik heb alleen maar over reiskosten gehoord in eerste instantie. Ja, €30 reiskosten ongeveer. Want dat is een beetje gemiddelde, heb je vandaag ook gezegd. Die pak ik altijd als gemiddelde als je hier in de in principe zit. Wel. Plus €20, bijna zou je op €50. Ja, maar Jesse, waar gaan we de discussie nu verder over voeren? Maar waar krijgen we nu dit keer eens niet ons zin in? Nee, maar weet je wat het is? €240. Ja, maar jullie blijven erover doorgaan. En als we nee zeggen, is het nee toch? Of niet? Jongen, en dan gaan jullie maar door. Jullie blijven maar doorgaan. Het kan momenteel gestolen worden. Het gaat me om jullie gedrag. En het gedrag wat jij hier aan het vertonen bent, Maris. Want het is werkelijk waar. Te zot voor Nou, dat vind jij, Jessie. Ja. Weet je wat dat is het verschil is? Tussen als jou en mij. Als jij lekker had kunnen organiseren en leiding kunnen geven. En je wist dat we het al heel vaak over dansen hebben gehad. Dat wist je ook. Jullie zijn tot en met vandaag ermee bezig geweest. Dan, wat? Tot en met vandaag is Gerrit ermee bezig geweest. Die maar waar is er al die tijd als jij niks van kosten interesse geweest? Hallo, jullie moeten toch naar ons komen om te zeggen wat het bedrag überhaupt is, of niet? Maar dat heb ik toch gedaan. Ik heb een indicatie gegeven van in totaal. Van reiskosten. Ik heb die €200 niet gehoord, Jessie. Weet je wat het is? Ja. Wat een flater. Wat een flater. Ja, nou, dat vind je. Ja, dat vind jij dan. Ja, ja jij niet dan? Boeit me niet. Is het goed gegaan dan? Van Dessen gaat toch hartstikke goed, of niet? Ah, wat een wanvoer. Ja. Echt een schande. Echt een schande. Ah, en trouwens, ik heb nog helemaal geen antwoord op. Dit keer krijgen jullie even niet je zin. Nou. Leg dat nou eens even uit, Maris. Nou, omdat het normaal wel zo is, toch? Iedereen geeft het altijd een ja of een nee in. Iedereen geeft er altijd een ja in. Waarin? Jessie. In wat jullie nu aan het doen zijn. Jullie hebben toch ook een jaar dit erin gekregen? Jullie even niet je zin in. Toen vroeg Ger hoe of wat. Het is jullie hebben toch de rest overal nu je zin in gekregen met de nummers die er gebeurd zijn. En dat gun ik jullie van harte. Met de nummers maar nu die er gebeurd zijn? Maar nu is het een keer op nee, Jessie. Op dit laatste nummer na is alles vrijblijvend gegaan. Ja, maar nu zeggen wij nee. Nou, nee, dat is niet jij, zegt nu nee. Ja, ik zeg nee, maar, omdat ze nu... Hiske heeft tegen mij gezegd, Mariska, maak jij de beslissing maar. Ja, nee, en maar ik zeg nu nee. Wat bedoel je met wat jij hebt gezegd? Dit keer krijgen jullie even niet je zin. Nou, omdat wat het zo is, nu krijgen jullie niet je zin hierin. Jullie kunnen erover door blijven gaan. We staan al meer dan een uur te discussiëren. Wat, en als ik nee zeg, is het toch nee, of niet, Jessie? Nou, wat vind je er nou van, Maris? Dat je dit dus niet goed op waarde kan schatten. Maar we gisteren achter de computer zitten. En jij vindt dat de BV een schilderij voor jou thuis boven je bank moet financieren. Wat vind je daar nou van? Dat vind ik iets heel anders. Oké. Ja, omdat het in eerste instantie. Kunnen praten. Omdat het in eerste instantie in mijn droom. Omdat het in eerste instantie in mijn droom. Als de BV jouw huisinrichting moet gaan betalen. Jessie. Dan ben je toch helemaal van de pot gerukt, Maris? Toch of niet?
Ik ben echt klaar met deze discussie met jou. Ja, dat begrijp ik, ja? Jongen. Want je trekt keihard aan het kort zijn. Nee. Je hebt niet eens meer een touwtje in handen. Dat denk jij. Echt, jongen. Flaten. Dat denk jij. Als jij de show maar kan maken, Jesse. Wat een prutsen, man.